Nadia is de vrouw op nummer 10 op het Bakenlandplein. Ze zegt dat ze Emiel al 10 jaar kent, maar volgens hem is dat niet meer dan een paar jaar. De twee hebben een liefdesrelatie, al zegt Emiel niet te weten dat Nadia in de prostitutie werkt. Maar volgens justitie vertellen de bewijzen compleet iets anders. Blijkt uit de gesprekken die we hebben afgeluisterd dat hij zijn vriendin bedreigt, dat hij haar mishandelt. En dat hij haar dwingt om lange uren achter elkaar te werken op het Bakenlandplein en dat de inkomsten voor hem zijn. Een zwaar geëmotioneerde Emiel B. had een warrig verhaal in het Bulgaars. Hij zei dat hij een liefdesrelatie had met Nadia en Nadia zei dat zelf ook. Maar volgens justitie gaat dat verder op basis van mensenhandel en loverboy-praktijken. Zo blijkt ook uit telefoontjes en sms-verkeer. Je bent een rund en blijft een rund. Ik zeg het je, kijk uit, doe je werk. Als je ruzie gaat zoeken, krijg je klappen. En tijdens de inval op het Bakenlandplein... Wis mijn nummer. Maar volgens een advocaat mogen de rechters dat niet als bewijs zien. Vaak zijn dat gesprekken geweest waarbij meneer werd gebeld door mevrouw. Waarbij er waarschijnlijk sprake was van ruzie tussen beiden. Dan kunnen er best wel eens harde woorden vallen. Maar dat vormt aan zich natuurlijk geen bewijs van mensenhandel. Nou, en ik ben op de 30 maanden heb ik geëist... omdat meneer ook geen enkele blijk heeft gegeven van dat hij spijt heeft. Hij blijft ook ontkennen en hij blijft ook ontkennen dat hij het geld voor zichzelf heeft gebruikt. Emiel B. barstte in tranen uit bij het horen van die eis. Hij zweert niets gedaan te hebben, behalve dat hij houdt van zijn mooie vrouw Nadia. De uitspraak is over 2 weken.